De diamantsector kwam de laatste maanden meermaals onzacht in aanraking met het gerecht. Om te zorgen dat de strenge Belgische wetten de diamantsector niet te veel schade berokkenen, wil diamantschepen en Kamerlid Lulo van Kampenhout die wetten een beetje laten versoepelen. Ik denk dat we de diamantsector is een zeer specifieke sector, dat een aantal wetten moeten bekeken worden in het licht van die sector en misschien in die zin kunnen worden aangepast. Zoals bijvoorbeeld? Ja, ik denk de wetgeving op inbeslagname bijvoorbeeld, dat we daar naar moeten kijken hoe we kunnen zorgen dat het is evident dat mensen die iets fout doen, dat dat moet worden aangepakt, dat er inbeslagnames moet mogelijk zijn. Maar anderzijds mag de markt niet totaal geïmmobiliseerd worden.